dip, het wordt steeds erger ook. Het is heel mushy mush. Ik ben nu in Antwerpen, want ik moet tegenspel geven voor de acteur die met mij samen in de film speelt aankomende zomer. En dan is tegenspel lekker met de persoon die uiteindelijk, waar je dat uiteindelijk mee moet gaan spelen. Zodat je even ziet, de energie en dit en dat. En heel simpele dingen als, hoe ziet het eruit op beeld? Hoe reageren ze op elkaar? Dat is wel leuk. Ik heb een soort van speed daten met de acteurs de hele dag. Wel in de tekst van de film. Ik kan niet gewoon kletsen van, hey, en wat heb je van wie gedaan? Nee, ik moet wel aan de tekst houden. Anders is het gewoon een echte date. Ja, de avonturier dat ik er ben, totaal niet. Ik hou er echt niet van, dus ik heb mijn eentje onbekend. Onbekende plek, locatie, soort van, oké, Antwerpen, station. Maar dan ben ik nu al aan het stressen van, zet hij me dan wel af bij het juiste? Perron. Waar stap ik op? Treinnummer. Oh, niemand werkt hier met... Alright. Zie je niet gewoon... Waarom zie je niet welke... Je wilt toch weten waar je moet opstappen? Spoor. Rijtuig 11. Waarom doen Belgen alles anders? Kleur trein, rood. Oh nee, dat helpt dan. Dit is no joke. Brianne belt, wacht. De telefoon moet ik af en toe kijken, maar ik kan wel praten. Nou, volgens mij zit er in de bijkeuken, daar rechts bij die kast erboven, zag ik date staan en zonnebrand. Luiers, groot pak wel. Oh nee, niet luilen, lele. Oh, oké. Nee, dat. Maar check even daar of het goed is en of het nog... check even, want ik heb ook nog boven zonnebrand. Ik zag wat meerdere dingen. Volgens mij heb ik zonnebrand. Heb ik wel. Maar misschien alleen een kinderzonnebrand halen nu. Want dat is toch veiliger. Veilig wordt onveiliger. Zeg je? Safety first. Wow. Oké, alleen maar dat dan. Oké, dan ga ik even snel kijken waar mijn Uber blijft. Want ik sta hier en... Ik sta in een vreemd land en ik vind het spannend allemaal. Oké. Nou, nah, gewoon in België. Maar ik heb zoiets van, hallo. Ik heb geen leiding, hè. Er is geen Resli of iemand anders die de leiding neemt. Henna Velder, de reisgids. Ik sta hier in mijn eentje. Dus het is allemaal heel spannend wat er gaat gebeuren. Waar moet ik heen? Wie zegt iets? Nee, maar check even in die kastjes. Oké, bye. Terug naar openhalen 2 minuten. Yes. En dan moet ik ook nog kijken naar de video. De woensdag, wat nu online komt over een half uur. Dat gaan we natuurlijk niet redden. De video komt wat later, maar dat komt omdat ik zo lang aan het auditeren was met die gasten. Dacht ik met die... Je denkt, het vrouw veel lullen. Dat, mannen, hier in België. Oren van mijn hoofd. Wat gebeurt er allemaal? Hij vindt het erg? Ik doe hem eventjes. Ja, raak hem aan, hè? Ja, dat gaat wel mis. Wat zie je? Crème voor haar plekjes. Ze heeft, hoe heet het? Zeg maar, krentenbaard. Eeuw! Ja, echt heel. Hoe kom je er? Hoe ben je het opgelopen? Welke ik club? Ik loop even weg. Oh, dat is heel gevaarlijk wat je nu doet. Ik zie een kind liggen daar. Wat wil je doen? Heb je iets nodig? Ik wil een luier pakken. Oh, ik kan pakken voor jou. Hey, don't worry, Bia. I got you. Steelwork, dreamwork. Je moet ook een beetje cremetje daar bij de mondje doen. Nou, dan gaat ze het zo oplikken. Nee, niet doen. Of ze een of andere... Nee, we're not gonna do it. Het is tegen je. Ja, sorry schat. En alles komt een einde ook met het... Niet huilen. Doe maar. Iemand zei dat dit... Dit is een beetje bijna... Bij de hand verkeerde woord. Verwend. Ik heb voor jou een... Hallo. Waarom moet Dolly huilen? Is het een engeltje? Kusje voor jou. Het is geen speelgoed, het is bij mij. Oh god, dit gaat niet goed. Iemand heeft als een idioot monsterspray gespoten op de hele eerste verdieping. Ik weet niet waar het naar gaat.
Het is een... Ik ga afplassen, niet kijken. Ik ga niet... Nou, niet kijken. Je mag wel kijken, maar... Dat... Ik kijk niet, ik film niet. Je plas is jouw plasmoment. Ik probeer wel even een ander stukje... huis te ontdekken waar dit geurtje niet zo... ontiegelijk aan de binnenkant van mijn huis plakt. Maar dit is lekker geurtje. Mm-hmm. En als het werkt, monster spray, dan hè, zijn we blij. Ik vraag je misschien af, wanneer komt de home review? Komt er echt aan? Qua styling ben ik er nog niet helemaal. Ik was even, er zijn nog wat dozen tussendoor. Zo kun je geen review doen. Dit is een soort van, hé, hey, we zijn verhuisd. Dat is ook oké. Okay. Ik weet dat jullie nieuwsgierig zijn. En dat kan. Zie je dat niche, hè? Ja, ik doe daar. Dat lichtje, ja, dat geeft echt een leuk sfeertje. Ik snap het. Oh my god, ik word helemaal enthousiast van een spotje en een nestje. Nou ja, dat effect wil ik ook voor jullie. Maar dan goed aanpakken, snap je wel? Dus dan ga ik heel erg bij filmen als ik thuis ben. Zodat ik het leuk, ik bewaar het moment voor jullie. Ik ga het goed doen, ik ga jullie goed zetten. Dit is een laser. Ja, kijk, als iemand eens komt. Kijk, dus kijk, er is zo'n mannetje. En hij komt in mijn kamer. Ze gaat hem eens diefstal doen. Ik doe gewoon dit in zijn vondse oog. Vol in zijn oog. Nou, dan heb je hem. Ik ga met de scope erop en dan ga ik bam, klaar met jou. En dan ga ik snel reloaden. Maar werkt die monsterspray ook tegen inbrekers? Ja, zeker. Ah, dat is wel lekker dan. Daar mag je iedere dag wel spuiten. Bij de IKEA. Waar ik wat gekocht heb. Dit bed? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, dat is een hele leuke winkel met allemaal kindermeubels. Kinderkamermeubels. Hoe heet het? Dan kun je Haarlem zat het. Haarlem? Ja, ik moet alleen kijken. Nou, in ieder geval echt, je hebt hele leuke winkels hoor. Ook met veel met houten dingen. Dat is ook leuk. Dat al het houten spul wat we hebben voor je broertje en voor jou. Wat jullie gaan zien in een review. Ja, maar je zit dus lekker dicht bij het plafond hier. Je kan zo... En ik heb me, ik had aan de ochtend, ik dacht dat ik gewoon in oma's huis zat. Ik stond op. Nee, meen je dit echt? Ging je met je kop er tegen? Ja, zeker. Ik ging zo, ah, oh, ik zo staan naar beneden. Toen dacht ik, oh ja, ik zit in mijn huis. Dat was zo grappig. Nou, dat is heel, ik heb het voortaan even mij roepen. Ja, nee, dit is anders. Je moet oppassen, je moet hier. Ja, dit is een hoogslaper. Schud, kan je dit woordje wel uitgeven wat ik nu ga zeggen zometeen? Ga ik regelen voor je. Weet je, vanaf hier. Zo. Weet je, alleen onder ons. Is het qualified. Oké, dus de eerste gedachte toen je wakker werd. De eerste gedachte, de allereerste. Ik ben moe. Ja, no lie. Ja, we hebben breed laat ingepakt. Ik moest naar beneden, Lulu want die was er nog niet. Nee, wat dacht je van Lulu die heden 's nachts even wakker gehouden? Novi die riep, papa! Zo. Mijn speen is gevallen op de grond, wil je me even pakken? Ik geef ze speen, is hij nog zeker een half uurtje gaan liggen. Oh, was hij echt dan dat pitten. Ja. Maar tof, leuk. Surrealistisch. Gebruik je dat woord? Nou, dat we nu eindelijk erin wonen. Ja, dat is echt tof, hè? Dat klopt. Ik ben het serieus, hoor. Het is wel gewoon... Ik heb jou ontmoet in die studio van 35 vierkante meter. 24. Nou, prima. En dan nu dit. Dus ik ben heel erg bewust van het feit dat wij heel erg blij en dankbaar mogen zijn met wat we allemaal aan het doen zijn en bereiken. Zeker. Ja. Dat gezegd hebbende, dit is gewoon fucking insane. Ik zit hier in de keuken. Ik stond daar net in de woonkamer. Ja. Ik vroeg aan Brianne, hoe was je dag met die kids? Hoor, ik heb veel gaan lopen. Ik was veel aan het lopen, dus heel veel afstanden waren groot. Ja, dat is echt zo, de afstanden zijn groot, hè? Ja. Ja, je moet er aan gewend raken, ja, een soort van. Ja. Ja. Ik kan uren zitten en kijken, maar helaas, ik moet mijn koffer inpakken, dus ik ga even lekker naar boven, oké? Is goed. Ik ga naar de kerker van ons paleis. Wauw. Ik moet vroeg naar bed. Stop met werken. Kom, lekker, naar boven. Ja, ik denk dat ik ga stoppen. Dan ga ik morgen door. Snap je? Heel goed. Call it quit. Call it quit. Ik ga een paar douches sturen. Oh, daar word je heel blij van, hè? Ja, dat klopt. De tweede douche. In het nieuwe huis ga ik doen. Je denkt, douche dan maar één keer op de... Niet dat het ergens is, je maar één keer op een dag douchen. Maar jij was toch van twee keer op een dag en zo? Ja, maar het was helemaal koud water. Was een overvloed en het warm water was op, dachten we. Stond nooit aan.
er was wat in die container, zat wat, die wandpomp. Dus wij dachten, oh, lekker warm water. Maar op een gegeven moment dacht hij, ja, nu is het op. Je moet wel aanzetten. Dus wij echt die man binnen. En hij zei, ah, geen warm water. Ik zag helemaal niks, maar bam. Ik was checken, doen. En ik dacht, ah, wacht. Ja, nou. Haha. Dus gisteren ongetoucht mijn bed in. Ik ging niet. Nee. Koud water zo. Nee. Is niet voor mij. Is dus na zo'n sauna leuk en bloep. Ik wil wel nog een keer zo'n tombe kopen. Maar zo'n koud waterbadje zou heel goed zijn voor huid, hoofd, mentaal en zo, hè, ook. Ja. Ik heb geen haast ermee, laat me dat wel zeggen. Wel met wassen, waslap. We gaan onszelf fatsoeneren. Het duurt even hoor, voordat ik bij mijn douche ben. Krijg je? Och, ik ben er nu pas. Wow. Het zijn nog wel een paar dingen qua kleding. Ik denk twee mannen, dan heb ik alles opgeruimd in de kast, waar het hoort. Ja, Lulu heeft vannacht niet geslapen, want ze ging weer trippie. Ze wordt zenuwachtig. Ze is nog onwennig. En ik wil dat mijn huwelijk het redt. Zo vlak voor een vakantie, net na een verhuizing. Dat is een stressvolle periode allemaal. Dan kan ik maar beter gewoon toegeven aan haar verlangens. Dus dichtbij ons zijn. En Leslie die slaapt dan een hele nacht, want ze zit niet te krabbelen uit bij de deur. Het is voor haar ook wennen, dat weet ik. Ik ga het niet op mijn bed doen hoor. Nee, ik word niet zo eentje. Zeker niet. Mag ze iets uit mijn mond eten? En je weet hoe snel het gaat. Opeens, wow. Zeker niet. Ik heb een hele fotoshoot voor je hond. Hell no. I don't judge als je het wel doet. Maar als die hond bij je in bed ligt en ze is ongedoucht. Ja, ik vind dat gek. Ze loopt op de grond en daar valt alles op van wat de wereld uitpoept. Op straat. Dus kijk maar even. Pas op, even op, straks val je met je... Ik krijg helemaal de stress van dit, man. Rustig! Waarom zit je met je... Mag ik die? Dank je. Ja, nu is het. Het is voor je haar, het is niet voor... Het is geen snoepje. Nee, het is geen snoepje. Dit is inderdaad wat je ermee kunt doen, hè? Weet je wie er morgen op vakantie gaat of overmorgen? Nee. Kijk er. Alright, welk boekje gaan we luisteren? Het is een vertelboek, man. Je moet wel eens doen. Het is Maxi en de Maxi Monsters. Wow. Deze was wel vroeger. Juist. Yes. Voor jouw gevoel is dat heel vroeger, want 2 jaar terug is deze ingepakt. Gaan we hem lezen? Ja. Oké. Het is echt het leukste boek. Het leukste boek, ja? Ja, bijna. Zie je allemaal monsters? Ik zie ook allemaal monsters. Nou, daar zullen we gewoon even gaan lezen, haar? Oh, jij gaat meteen naar de achter. Normaal vind ik dat heel leuk, maar we moeten überhaupt voor de context wel iets meer... En niet zo hard duwen, wijfie. Zullen we beginnen? Max en de Ja, mijn monster. Wat gebeurde er? Kijk, ik schoot hierop met mijn... Kijk. Wacht, schoot je daar? Toen ging dat open? Kijk. Oh my god. Zo ging het. You're genius. Zo, gaan we het een beetje donker maken, want het is tijd voor night-night. Ik heb een speeltje. Oh, gevallen in speeltje. Ik pak hem wel. Dat is heel erg van belang, hè? Voor een nachtrust. Dat is Hero, je zuigding. Trustenhoof, hou van jou. Wil je een verhaaltje? Hebben we al net gedaan, dus niet. Nee, oh, dat is een ander verhaal. Ja, daar zeg je iets. Nee. Morgen weer, oké? Oké. Lichte teleurstelling in de stem. Ik ben er met je topo. Ja, lekker kijken. Kijk hè. Ik ben heel goed in Flevoland. Hier zo is Emmeloord. Hier is IJsselmeer. Is Markermeer. Lelystad, de hoofdstad van Flevoland. En is Almere. En wat ligt er in het meest noorden? Is dat het hoogste? Nee, technisch gezien is IJsselmeer wel iets hoger. Maar dat is er geen plek, dat is water, toch? Ja, oké, dus dan is Emmeloord. Zo. Dit hier is zo het Kampen. En hoe noem je dat op de kompas, die kant? West. Aha, waar? Dit is Kampen, dit is Zwolle, dit is IJssel, Deventer, Twenten. Twenten, nog wel.
Nee, Twente. Ah, je zei Twente. Ja, Twente. Het gaat een emotie. Aboule Ahmed. Hm? Ik zei Aboule Ahmed. Waarom? Omdat het een emotie is. Als je maar niemand belachelijk maakt, hoor. Wat zei je maar? Als je maar niemand belachelijk maakt, hè. Natuurlijk. Ik ga gilet kopen. Als je bijvoorbeeld wit aan hebt, moet alles wit volgens mij bij hun. Oh, oké. Denk ik, hoor. Maar sommige kinderen hebben dat wel echt in de klas. Echt hippies noem je dat. Hippies? Ja. Hippies zaten in de 1980 tijd heel erg. Dat heb ik bij de moordzaken gehoord, bij de podcast. Zullen jullie luisteren naar de moordzaken, de podcast? Ik niet, meer. Even met je nanny bellen. Volgens mij is het mijn eerste dubbel dekbed die ik had als kind. Echt? Ja, die heb jij nu. Dat is dubbel dekbed. Dus een tweepersoons dekbed. Die kreeg ik toen ik... Moet ik helpen of zeg je het gaat wel? Nee. Gaat het? Nee, maar helpen. Zo voelt het goed? Zo is het goed. Dit is toch satisfying, jongen, dat je dit zo erin doet. Heerlijk. Ja, ik vind het echt satisfying. Dit printje, dit heb ik nog gekregen van mijn moeder. Oh, chips, ik moet oma Jet bellen. Ik heb een belafspraak. Nou, oké, welterusten. Ik hou van jou. Goeie dromen en denk aan Topo. Ja. Jazeker. Slaap lekker, schatje. Je zoon gaat de tv. Blijf je er nog niet bij. Res. Uiteindelijk was het duidelijk in welk appartement Terrence zat, maar dat is een groot gebouw. Hoe zijn jullie nou? Ik ga over een paar keer lopen, ik heb toch wel spullen, ik kom zo wat terug. Dit is niet geworden, dit is het niet. Ik ben de laatste dingen in koffer aan het doen, kleding. Sommige dingen vallen ook gewoon af. Ja, glitters. Ja, soms zit het gewoon mee, soms zit het tegen, jongens. Je mag ook maar 23 kilo of zo. Gelukkig heb ik een... schappelijke maat en alles is gemaakt van papier-mâché wat betreft zomerkleding. Dus alleen de toiletspullen, dat is gevaarlijk. Body lotions, zonnebrand, crèmes, dit. Iets voor je nagellakker af, want chloor. Nieuwe kleur, nieuwe dag. Daar gaat het hem in zitten volgens mij wel. Ik ga ze morgen wel wegen. Maar Leslie zei, ik ga liefst maar niet wegen. Ik denk, want je wil... een discussie met die vrouw bij de balie. Dat lijkt me niet gezellig. Dus dat gaan we zeker. Ik ga ook die van hem wegen, ja. Wegen is weten. Zo gaat het niet, maar zo kan hij wel. En hier slaapt ze als een roos. Dat is de kamer. Beneden, oh. Helemaal blinde paniek. Sliep ze me net als jij, overal. U zou ruimte hebben? Ja, dat ga ik doen. Waarom doe je het zelf niet voordat je in bed ligt? Omdat jij dan zegt dat je het koud hebt. Toch? Jij doet toch altijd een raam open bij je moeder in de kamer liggen? Ja, maar nu zeg jij toch... Als jij nu onder de douche vandaag komt, ga jij zeggen dat je het koud vindt. Oh, je doet het voor mij. Maar dat is lief. Dank je. Res en ik proberen allebei tegelijk in bed te liggen. Is moeilijk. Eigenlijk had ik net moeten laten slapen op die bank. Nu denk ik, oeh, bruine schermetje is wel handig. Vanavond een laagje, morgen een laagje. Komt toch een soort van semi-bruin aan. In Florida. Nou, je moet het meenemen en blijven smeren. Af en toe scrubje, echt zonnetje, zonnebrandje. Ja. Oh, daar haalt een meisje. Nou, laat maar raden. Ik sta. Dus ik kan gaan, hè. Waar zit er een springkus op jouw school? Ja, ik niet. Is het te vieren? Of zo? Is het de Koningsdag bijna? Misschien daarom. Wel leuk. Nou ja, misschien vieren ze van yes, Frenk gaat op vakantie. Nee. Anders is er zo'n grote plaat. We gaan je missen. Nou, kusje. En heel veel succes met je topo. Dank je. Blijf jij hier, vriendin? Kom maar rond. Wij gaan straks samen even lopen. Loen begrijpt het hele concept niet, hè? Nee, dit is afzetten, Loen. Ik ben in gevecht met mijn hond. Hey, laat Vicky. Doei, ja. Hij heeft ook een vakantie nodig, merk ik al. Met mij. Ik moet zeggen, het is wel een stukje lopen. Bij de eerste lader vanaf het huis. Het is niet zeg maar schuin oversteken in de benen, nee.
Zo'n goede 8 minuten wandelen. Niks mis mee. Maar als je dat niet ingecalculeerd in de planning. Moet ik zeggen dat deze ochtend ook al een beetje moeizaam ging. Nou, moeizaam. Het begon lekker van in. Yes, oké. Okay. Dus toiletspullen nog. Oké, alle cremmetjes voor novice gevoelige huid. Harley met haar aftershock van die waterpokken. Wat hebben we nog meer nodig? Oh ja, 100.000 zonnebrandcremes. En tandpasta's, tandenborstels, feuns. Oei. Wat zit er nog meer op de lijst? En toen dacht ik, oh, dan ben je het allemaal aan het pakken en doen. En mijn eigen ondergoed moet je tellen hoeveel slips je nodig hebt. En toen dacht ik, dan ga ik nu mijn douchen, mijn haren wassen. Dat lijkt me wel lekker. Ik had geholpen even met de kindjes een bad doen en toen in één keer warm water. Loop ik naar die warmtepomp. Error. Foutmelding. Dat is al de tweede keer. Ik vind het vervelend. Ik vind het vervelend, jongens. Ik heb gebeld. Ze zeiden, dan gaan we even kijken. Ik zeg, ja, doe maar even snel. Kijk het even vlotjes. Want je wil niet s'nachts voordat je gaat vliegen na zo'n voorstelling 2 uur zweten op de bühne. Dan wil jij niet ongedoucht. En de washand kan ook. Hè? Doet enigszins de job. Maar mijn haren wassen in kou. Goh, daar vraag je veel van, hoor. Koud water dus, hè? Jezus. Ik schrik me dood, schat. Wat was er? Niks. Je schreeuwde toch naar iemand daar? Ja? Wat was dat? Zag doe je deel? Oh, doe je deel? Nou, Lulu dacht dat je zei, we gaan eraan. Er komt een monster. Hoe gaat het? Goed hoor. Sorry dat ik laat ben. Ik kon niet warm douchen. Weer geen warm water. Heel fijn. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, hoe heb jij je topo gedaan? Ik weet nog niet de uitslag. Maar hoe voelde je je? Ik voelde me goed. Had je het idee dat je veel wist? Ja. Keinert zei dat ik het sowieso nu weer boven de onvoldoende heb. Kijk, groei, winst. Tik hem aan. Lekker pikkie. Oké, mooi. Nou, voor de rest weet ik niet. Voor de rest is even afwachten, oké? Twee dingen. We moeten eventjes langs je oma jouw oordop en mijn oordop halen. Dat we niet pijn hebben in het vliegtuig aan als we een schelpen langs de zijkant van ons hoofd. En een cadeautje voor je vader. Heb je er al over nagedacht? Nee. Ik ook niet echt, ja. Misschien moet je boterham in het bakje houden. Juist. Nee, doe het erin. Doe het erin. Dus voor de vlekken, vriend. En hier is al iets gebeurd. Ja, maar en bordje toch niet. Oké, weet je wat? Als je zo doet, doe ik gewoon dit, hè? We hebben universele stekkers gehaald, die stonden nog op de lijst. En deze. En snoep. Allebei niet echt cadeautjes voor je vader. Dus hoe gaan we dat nog? Ik zeg gewoon. We houden van je. Van je. Heel veel. En ik ga met je delen. En we delen. Hier. Ik heb het al opgewarmd voor je. Maar ik hou gewoon. De laatste voorstelling voor mijn vakantie. Niet van de tour, maar wel voor. Het voelt echt zo van wow. Laatste werkdag voordat je. Dat je reet in de zon gaat. Is toch een mooi uitzicht. Nou, ik heb ook een ander uitzicht vanavond. Want het is niet Patricus, maar het is ons semi-demi. Ze zit daar in de verte. Niemand ziet haar, maar geloof me, ze is er wel. En we hebben heel veel meegemaakt alweer. Deze vooravond begon eerst dat ik hier aankwam en dacht, wat is die camera nou? Ik helemaal bellen naar huis, wat is die camera nou? Ik dan denk, we zijn nog naar de Kuitval, snacks halen voor de kids, onderweg in het vliegtuig. Helemaal iedereen in Almere, 3 keer in mijn auto gegaan, in 1 keer, zegt Demi. En in het middenconsole dan, ik zeg, ja, oh, haha. Dus, gevonden weer. Toen liet ik ook nog eens, toen we net sushi gingen halen, mijn portemonnee liggen bij het sushi restaurant. Dus, het is zo'n dag dat er veel gebeurt, veel aan je hoofd. En dan moet ik straks nog tegen de mensen ook gaan zeggen dat ik geen foto's ga maken. Want ik snij mezelf in de vinger als ik niet meteen plankglas naar huis ga. Ik heb net wel iemand heel blij gemaakt. 2 mensen met een foto. Want bij de Kruidvat hoorde ik een meisje zeggen, een jonge dame. Ik ga vanavond naar het theater. Tegen een collega die vroeg, wat ga je doen? En toen dacht ik, oh, jij kan nu een foto krijgen als je wil. Ik heb gewoon maar de stoute schoen aangetrokken en zei, kom je naar mij? Wil jij nu een kiekje? Want dat zit er straks niet in. Dus kijk, oh my god, ja. Dus één iemand is wel blij. Ik moet het maar zeggen straks gewoon. Ze vinden het niet leuk. Maar je moet het ook maar zo zien. Er staat op je ticket voorstelling 90 minuten. En alles daarna is een cadeautje. En dat cadeautje, ja, vandaag niet. Het is even geen Sinterklaas, kerst, Pasen, je verjaardag. Het cadeautje heb je al gehad. Zo moet je het zien. Ik stond hier, ik heb alles gegeven. En ik ga naar huis voordat ik
iets rustig naar die laatste paar uren voordat ik midden in de nacht mijn kinderen van bed moet lichten en dat wij naar Schiphol rijden. Heb jij genoeg kletsen nu? Het is een lekker geluidje hier, hè? Het is een goed geluid. De zaal is mooi. Het voelt... Jij bent ready voor het beginlied? Let's hit it!